Ik vond het verschrikkelijk eng. Wat dan? Wat ik eng vond? Nou ja, hoe kom ik die lange tijd door? Kijk, improviseren van 5 minuten of 10 minuten, dat weet ik wel. Maar 2,5 uur, 3 uur, dat is heel eng. En dat je een geheim hebt wat je niet snel mag weggeven, uiteraard. Maar dat anderen ook een geheim hebben. Zodat je op een gegeven moment ook helemaal niet meer weet op welk spoor je zit. En je bent ook acteur genoeg om het publiek te vermaken. Dus het was op 6 niveaus tegelijk denken en schakelen en ook nog proberen iets te voelen. Ja, een soort Greenpeace gaat op. Loop, ja. Ik ook. We zijn begonnen. Wow. Ik speelde een manager van een zangeres, Sylvia Porta, en ik had enorm veel gokschulden. Als ik af was, je mocht ook af, en dan komt er nog iemand af, en dan sta je daar en dan zeg je alleen maar, leuk hè, en spannend en eng hè, maar ja, dan wil je eigenlijk alles verklappen, maar dat doe je, mag niet, dat doe je ook niet, blijf je dan in je rol. Jullie zijn er met z'n tweeën die het probleem hebben, jullie moeten die stap maken, ik hoef hier geen stap te maken, het gaat erom, en ik kijk jou niet aan. Nachtgasten is... Rollercoaster voor acteurs, alles tegelijk. Het is in het diepe springen en hopen dat je dat touw je vasthoudt uiteindelijk. Maar ik moet zeggen, je wordt wel heel goed begeleid door onze jongens. De nachtgasten, want ze komen precies op tijd, vond ik, met de goede sms'jes of een extra opdracht. Ze stuurden je weg of ze haalden je terug. Wij hebben elkaar 8 jaar niet gezien. Ja. Vanaf wanneer begint het als we binnenkomen of begint het hier geen heel af?